Vidox Media, de officiële videopartner van FC Os TV. Mede mogelijk gemaakt door Verbruggen Os. Welkom bij Verbruggen Os en welkom bij het nieuwe item van FC Os TV, genaamd De Confrontatie. Het nieuwe item waarbij spelers face-to-face staan. En in deze aflevering zie je Niels Fleuren met Mats Grotenbrecht. Best of 3. Oh, ja. Dankjewel. Na de middelbare school heb ik mijn HBO afgerond. Dat is waar. Niet waar. Ik denk veel te goed over jou. Ik heb 2 interlands achter mijn naam staan. Jeugdinterlands neem ik aan dan. 2 interlands. Gewoon wat hier staat. Ja, dat is waar. Ja, ik vergelijk het. Alle 2 tegen Engeland. Ik heb vroeger als bijbaan gewerkt bij het Kruidvat. Nee, dat is niet waar. Dat is inderdaad niet waar. Ja, dat zie ik nou ook maar niet voor. Ja, dat je maar kunt. Jij bij het Kruidvat. Ja. Jij was 16, toen debuteerde je. En dan ga je niet werken bij het Kruidvat. Ja, had toch gekund? Nee, dat niet. Dat denk ik. Kruidvat. Ik ben kwart Spaans. Dat is niet waar. Ja, gelijk. Ja, dat had je kunnen, maar het is een gokje. Ik zeg, van jou? Mats Grotenbrecht, nee. Voor mij was het een gokje, ja. Maar ik had niet gedacht dat jij Spaans bloed zou hebben. Volledig Nederlands, denk ik. Ja. Mijn debuut in betaalde voetbal maakte ik met rugnummer 22. Dat is waar. Nee, dat is ook niet waar. Dit seizoen speel ik met 22, maar ik heb mijn debuut gemaakt met 24. Mijn moeder heeft bijna de Europa Cup 1 gewonnen met handbal, maar kon niet meedoen omdat ze van mij zwanger was. Is dat waar of niet waar? Ik denk waar. Het is niet waar. Ze heeft Europese handbal kunnen spelen, maar ze heeft helemaal niet mee kunnen doen omdat ze van het begin al zwanger was van mij. Dus ze heeft geen wedstrijd mee kunnen doen. Zonde. Dus ja, dat was een mooi vraagje in ieder geval. Ja, dus, maar toch compliment ook voor je mams. Oh ja, dankjewel. Ja, netjes, ja, netjes. Ja, mam, complimenten van Niels. De enige goal die ik gemaakt heb, scoorde ik met mijn linkerbeen. Dat is niet waar. Is dat wel waar? Ja. Dat is in je hoofd. Ik heb 1 goal gemaakt, ik was met mijn linkerbeen. Ik was tegen Haarlem thuis, speelde ik bal naar de zijkant, kreeg hem terug en scoorde ik met links in de korte hoek. Mijn vader was profvoetballer bij FC Wageningen. Waar? Ja, dat is waar. Oei, dat was weer een gokje. Ik was net niet waar, dat zal nu eens een keer wel waar zijn. Dus daarom, zo, aardige sportieve familie dan. Ja, ik heb wel een... Dus je hebt niet van een vreemde? Ik heb niet van een vreemde. In het kampioensjaar van VVV in 2008-2009 miste ik geen 1 minuut. Dat is waar. Oh, kan je nu zeggen dat het waar is? Klopt, ja. Klopt dat, ja? Ja, ja, dat weet ik. Ben ik altijd wel een keer geschorst of een keer geblesseerd? Nee, je bent niet geschorst. Oh, dat is zonde. Je bent niet zo. Ik ben vroeger van 2 basisscholen gestuurd. Dat zou eigenlijk zomaar kunnen, maar ik ga er even over nadenken. Nee, is niet waar. Nee, heb je gelijk in. Nee, vind ik wel knap. Vind ik ja, wel, ik denk wel fijn. Eentje kan misschien, weet je wel. Je, nee, kan, eens, een keer, je kan een keer iets fout, nee, doen, weet je wel. Dat ze zeggen van, nou goed, je wordt weggestuurd, maar... Nee, niet eens. Door de geboorte van 1 van mijn kinderen miste ik een competitiewedstrijd. Niet waar. Dat is inderdaad niet waar. Wel door mijn bruiloft miste ik een keer een wedstrijd, maar door de geboorte van 1 van mijn kinderen. Dat plan jij allemaal zo, hè. Ik ben ooit ballenjongen geweest toen jij met VV Venlo tegen Vitesse speelde. Dat is waar. Dat is niet waar. Oeh, zonde. Kom weer terug, jong. Maar was wel, de jeugd moest wel ballenjongen zijn, denk ik. Ja, dat was een regel van Peter Bos. Moesten we tot de A1 moesten ballenjongen zijn. In mijn carrière ben ik 2 keer gepromoveerd, maar ook 2 keer gedegradeerd. Dat is waar. Ja, was zo makkelijk. Zo makkelijk, een vraag. Ik heb in de zomer van 2016 2 officiële kickboxwedstrijden gespeeld. Dat is wel een lastige. Kijk, ik wil eigenlijk niet waar zeggen. Maar het zou zomaar eens kunnen tot het wel waar is. Ik ga voor niet waar. Nee, heb ik gelijk. Dat is niet waar. Ik denk, het zou zomaar kunnen. Met die kracht van jou. Nee. Ik heb verloren. We hebben een winnaar. Dankjewel.
Ja, ik dacht, wat moeilijke vraag is voor Mats, want ja, die jongen die kan natuurlijk goed kokken, veel kennis. Dus ja, dan moet je wat van betere huizen komen. En uiteindelijk heb ik toch de overwinning voor het sluiten van de markt over de streep kunnen trekken. Altijd lekker. Goeie uitspraak weer, Niel. Ja.